Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Wij hebben er net een rit van 10 uur op zitten. We zijn helemaal naar de kloten, mag ik dat zeggen? We zijn helemaal kapot. We hebben dus de nacht doorgereden van Javea, waar we 3 dagen hebben gezeten. En nu zijn we in Marbella. En daar hebben we een heel vet appartement weten te regelen. En daar zijn we nu aangekomen. We blijven dus 3 dagen in Marbella en we hebben contact gehad met een eigenaar van 2 verschillende appartementen. Dus we verblijven in 2 luxe appartementen. We hebben het appartement gezien, maar het is nog niet helemaal klaar. En we moeten sowieso Rens op gaan halen. Het gaat allemaal zo lang duren, jongen. Finally. We staan, we. Zijn gedaan. Rens heeft een paar tasjes meegenomen. Oké, hier kom je dus binnen. Dan is dit de keuken. Oké, dit is dus de woonkamer. Hele grote eettafel. Loungebankje, mooie stoeltjes. Als eerste hier naar rechts. Hier zijn alle slaapkamers en badkamers. Dit is de eerste slaapkamer. Inclusief uitzicht. Tweede slaapkamer. Inclusief uitzicht. Dit is badkamer 1. Mooie grote douche, toilet. Ziet er allemaal heel mooi uit. Badkamer 2, douche, lichtbad. Dan komen we hier in de derde. Er staat een standbeeld. Dit is slaapkamer 3. Dit is helemaal balkon. Gewoon een filmpje. En het uitzicht. Dat was de eerste korte appartementen tour. Het appartement is echt heel groot, heel luxe, met prachtig uitzicht. Maar wij zijn echt toe om even te zwemmen, te chillen, van de zon nog even te genieten, want het is al bijna 5 uur. Dus wij gaan naar boven. Dit, gewoon dit. Oh man, dit hadden we echt verdiend. Niet te doen. Zo lekker. Schaal 1 op 10. Hoe lekker is het leven? 12! We hebben food. We hebben champagne. Champagne, papi. Music. Barbecue. En the view. Good morning. Wakker worden in Marbella met dit uitzicht is best wel lekker. Lekker ontbijtje gehad en nu is het tijd om te gaan trainen. We zijn gesloopt. Lekker geknald. Buiten adem, gezweet. Goeie pomp. Ja, lekker begin van de dag. Jordi en ik zijn nu aan het filmen voor de eigenaar van het appartement. Wij zijn voor hem een promo video aan het maken die hij in de toekomst kan gebruiken voor zijn appartement. Werk voor Lamzak en voor het appartement zit erop. Nu zijn we lekker aan het chillen, aan het zwembad. Een beetje fotootjes aan het maken voor eigen kanalen. Een beetje zwemmen, gewoon relaxen. Genieten van het goede leven.
Good morning! Het is dag 3 in Marbella.